Kijkers van Nelivaar en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag beginnen we met de survival. Helaas was de eerste aflevering niet goed gelukt met het opnemen. Dit hebben we toen gehad van de bonus chest. We hebben wat hout gehakken en daar wat kool. We hadden hier een heel mooi huis. En daar in de verte is een village. Dus wij gaan nu naar de village toe om te kijken wat we daar kunnen doen. Oh, het staat wel mooi boven op een berg. Ook daar is weer kool. En het pad begint hier. Dus lijkt me handig als we gewoon het pad volgen. En, dat was heel belangrijk, schapen. Zodat we een bed kunnen maken. En ook lama's hier zo. Dit is wel groot. Wat is hier? Een huisje. Hier is wat eten, nou ja, een aardappel nemen we altijd mee. En, het belangrijkste, niet dit. In de furnace zit nooit wat, maar hier binnen, in deze kist, vooral eten. Ja, de kist nemen we sowieso mee. Dit is eigenlijk heel teleurstellend. Ik had op meer gehoopt. Eigenlijk. Nee, voor de rest is hier niks. Hier zo. Boeken. Er is niet nog zo'n gebouw. Zo te zien. En dat is wel jammer. Oh, die deur zit hoog. Maar dat is denk ik wel een mooi huis om... Ja, dit is een mooi huis om te gaan wonen. Beetje aan de rand bij het water. Een tuintje daar. Maar nu moet ik wel weer iron gaan zoeken. Laten we de kist hier even neerzetten. De bones. En kan die mee? Want waar we het dorp in kwamen. Oh, hier kom ik toch ook nooit meer omhoog. Hakken we die even weg. En dan zijn we hier. Hier was kool. Hier nog een aardappel. Het moet, want we hebben de wol nodig. Hier nog een. Daar is niks. Kunnen we nu al een bed maken? Oh, hier ook nog een huis. Ik kijk ondertussen ook of dat ik ergens anders nog wat zie. Er is een berg, maar voor de rest niet heel veel interessants. Hier wel weer kool. Dus dat nemen we eventjes mee. En zo. Ja. Oh, hier is nog meer kool. En dat was het. Nou, toch weer 19 kool erbij. En die moet... dood. Zo, dan kunnen we nu wel bed maken. Eén ding hebben we wel gezien, er is hier genoeg kool.
Daar is nog een berg. Misschien zit de Iron. Maar we moeten eerst even verder gaan met ons huis. Even eens lopen dan maar. Oh, dit hadden we zelf weggehaald. En we lopen weer lekker naar ons huis. Als ik weet waar het was. Hier ergens naar beneden. En was het hier zo. Oh, er zit iemand in mijn huis. Zo. Dan moeten wij weer 3 hout hebben. En onze crafting table. En dat plaatsen we even hier zo. Furnace niet. Moet je 3 dezelfde soorten wol hebben? Oh ja, want het is nu natuurlijk met kleuren. Eten. Geeft een appel nog maar 2 eten? Het was volgens mij meer. En wol kon je vroeger ook gewoon alle soorten wol voor 1 bed gebruiken. Dat is dus ook niet meer zo. En we hebben de wol. Nu gaan we wel gewoon gelijk terug, denk ik. Of hakken we hier nog eventjes de kool weg. Er zit hier zoveel kool. Te veel kool eigenlijk. Maar ja, dat is voor ons alleen weer mooi meegenomen. Want die kool kunnen we natuurlijk weer gebruiken voor onze furnace. Hier is er nog een beetje. Zo. En dan was het 23 kool hebben we weer weggehaald. Dus we hakken hier aardig door, ja. Kunnen we een bed maken, hoeven we niet meer elke keer nachten niks te doen. O ja, wacht, mijn huis is daar. Altijd even wennen als je bent verhuisd. Die nodig en 3 van deze. Kunnen we nu. Oh, zo maak je een banner. Hier zo het bed neerzetten. 30 papier voor een emerald. 12 leer voor een emerald. En 2 emeralds is een broek. Ik zou dat eerder omwisselen. Kan je beter die broek zelf maken. Ja, laten we hier even het eten weghalen. Zo. Hier ligt nog wat. En alles wat we overhouden is weer winst. Voor ons. En we houden denk ik wel aardig wat over. Hij wil ze zelf opeten, maar mag even niet. 10 overgehouden toch nog. Jongens, ga ze even allemaal uit mijn huis. Leatherworker, nog een leatherworker. Armor. 6 emeralds is een emerald helmet. Iron helmet bedoel ik. 21 kool, zoveel hebben we nou ook weer niet. Oh, wel een stack.
De bed was is too far away, dat kan niet, want ik stond er bijna naast. Zo, en het is weer ochtend. Ja, wat gaan we vandaag eens doen? Ik heb ook niks bij me gewoon. Oh, die is bijna op. Ja, dan moeten we even nieuwe maken. Zo. Dan gaan we denk ik naar... we moeten even wat eten vinden ook nog. Zo, zo, zo. Oh, hier eten. Die seeds interesseren me niet zo heel veel, maar... Dit doet maar een half eten erbij. Gelukkig is het niet zo ver lopen. Dus dat scheelt weer. Maar hier zit ook nergens iron. Dus ik hoop echt dat daarin zit. Anders moeten we nog ver gaan minen ook. Wel heel veel kool weer. Maar ja, kool wisten we al. Het is alleen maar kool. En een boom. Oh. Weer een advancement gehaald. Daarboven zag ik water. Cobblestone of coal. Maar we hebben al zoveel coal. We willen nu eens een keer iron hebben. Als het kan. Er is gewoon geen iron hier zo. Nou, dan gaan we even omhoog. Zo. Iron, gravel, iron en coal bedoel ik. Oh, dan moet weer met een schep. Wat is dat? Heel veel steen, maar geen iron. Als je dit doet, dan valt het wel, toch? Nee, ook niet. Ik wil sneeuw hebben. Oh, nu zit hier weer vast. Ook weer kool. Kool, kool. Er is zoveel kool in deze wereld. Oh, hier ijs. En kool. Dit zijn gewoon de wolken. Ik wil sneeuw. Oeh. Als we hier springen, dan zijn we dood. Dus wij moeten eventjes via de bomen en dan hierheen en dan kunnen we wel ongeveer dan hebben we hem even poison maar andere weg graag. Ah. En we spannen weer hier. Had ik veel belangrijks bij me. Een stenen pickaxe en wat eten, dus nee. Ik hoef het niet op te halen.
ja, wat moeten we hier dan nog doen? We hebben een huis. Misschien moeten we ons huis uitbreiden en een farm erin maken. Dat is misschien wat beter. Hey, boekjes. Boekjes, boekjes, boekjes. Dus we zijn even op avontuur geweest. En dat was het dit weer voor deze week. Dus tot de volgende keer en later.